De klik is er al. Ik weet precies wat ik van haar wil. Zij weet precies wat ze van mij wil. En op het moment dat zij zei van ja, ik vind het album niet hard zoals het is, kon ik ook koppig zijn en zeggen ja, maar ik kom gewoon hard en dit, dat. Want ik kom ook gewoon hard. Het zijn gewoon harde lyrics. Maar zij zei ja, ik wil gewoon niet dat die beats van mij nu gehoord worden. En toen heeft zij eigenlijk al die tracks vervangen. Ja. Met haar visie. En toen heb ik, doordat het gewoon allemaal harder was dan wat ik daarvoor gemaakt had, kon ik het weer heel makkelijk invullen. Ja, want het gaf je ook een nieuwe soort energie. Ja. Nice, nice. En hoe wist je dan dat die nieuwe tracks die je had gemaakt, dat die het wel waren? Is dat gewoon echt een gevoel? Ja, ik had volgens mij iets van 10 beats gemaakt of zo. En toen heb ik ze allemaal aan hem laten horen en alles klikte gewoon. Ja. Het was wel een beetje gokken, maar ik bedoel, we kennen elkaar wel, dus... Ja. Maar wat wel opvallend is, en volgens mij heb ik dat ook nog voor de uitzending tegen jou gezegd. Is er een andere vrouwelijke producer die met een grote naam heeft samengewerkt als bijvoorbeeld jij in de Nederlandse hip-hop scene? Ik kan er niet 1, 2, 3 eentje verzinnen. Ik ook niet, man. En daarom, dus... daarom vond ik het ook echt belangrijk om het met haar te doen. Ja. Snap je dat het niet, ik kon het album nu ook gewoon uitbrengen als een Atje album. Ja. En dan was het gewoon een Atje album geproduceerd door iemand. Mm-hmm. Maar nu hebben we het samengebracht. Het is echt ons album. Daarom heb ik ook haar de ruimte gegeven om te bepalen. Snap je? Zij hebben ook de hele tracklist. Ik heb daar niet eens iets over gezegd. En merk, is dat anders omdat het met een vrouw is? Of gaat dat altijd zo? Merk je een verschil aan werken met een vrouwelijke producer? Ik denk sowieso dat zij gevoel heeft voor bepaalde dingen waar mannen geen gevoel voor hebben, snap je? En wat ik altijd tegen haar zei vanaf het begin dat ik haar leerde kennen is, je biedt zijn hart, maar het heeft gevoel. Ja. Dat is zeg maar dat vrouwelijke kant eraan. Probably. Ja, je weet ja, toch? Ja. En is het voor jou dan ook moeilijker om in zo'n mannelijke scene binnen te komen? Nee, als vrouw zijnde? Helemaal niet. Het is gewoon, je wordt echt met respect behandeld. Ja. Het is niet anders of zo. Nee. Dus waarom denk je dat er zo dat jij eigenlijk nu de enige bent die echt... Durven ze niet? Treedt, of ze zullen krijgen ze de shine niet? Ja, het is best wel technisch werk eigenlijk, produceren. Je zit echt heel veel achter je laptop. En ik denk dat... Ja, dat klikt niet echt zo met meisjes. Ja, met mij in het begin ook niet hoor. Maar op een gegeven moment wordt het leuk en dan maakt het niet meer uit. Ja, zie je dat ook toch in die technieklessen en zo zie je meestal alleen jongens. Mm-hmm. Ja, precies. Bij werkbouwtuigkunde zie je alleen jongens. True. Ja. Als je naar de make-up afdeling of de haren, ja, dat, dan zie je alleen dames. Ja, maar dat is echt ouderwets. Ik vind echt dat... Nee, klopt. Muziek is voor iedereen, weet je. Dat we dat daar duidelijk over zijn. Voor man en vrouw, elke leeftijd. Alleen ja, misschien ben jij dan nu de grondlegger in Nederland. En... Ik denk het zeker dat zij de grondlegger is. En ik moet ook gewoon zeggen dat Nederland heeft veel dope producers, maar zij is wel een van de doopste. Ja. Hebben jullie de comments gelezen onder de clip? De eerste dag. Daarna. Ja, de eerste paar dagen. Ja, want ze waren best wel verdeeld, om heel eerlijk te zijn. Zeg maar, je hebt de eerste, kunnen we even eentje erbij halen? Mm-hmm. Amerikaanse niveau. Ja. Erg, I'm dat out. Stond vaak, ja. Dat dit stond er heel vaak, volgens mij heb je er nog eentje. Ja. Die zei, lekkere Tyga vibes. Mm-hmm. Dat is op zich ook gewoon een goede compliment. Mm-hmm. Maar ook weer andere mensen die dit zeiden. Ja, we hebben Atje ook verloren tussen die twerkende hoertjes. Jammer. Ja, ik denk dat het gewoon een hoe zeg je dat? Zijn ze niet gewend om jou in zo'n clip te zien? Ik denk het wel. Jawel toch? Ik denk dat ik degene ben die dit heb ontworpen. Ik heb het ontworpen. Ja. Je weet het. Had je deze reacties verwacht? Ik weet zeg maar dat heel veel mensen in Nederland... Nee, laat me het zo zeggen. Misschien klinkt het heel cocky wat ik zeg. Maar het is gewoon zo. Ik loop altijd voor. In de Nederlandse scene? Ik heb altijd voorgelopen. Het feit dat ik met haar nu een album doe, is ook weer een vorm van voorlopen. Ja, snap wat ik bedoel? Ja. En dat daar staat Amerikaans niveau, dat is wat we willen. Ja. Je weet toch? Ja. Dus if you don't like it because it's too American, ja, dan is het jouw zaak, dan is het niet de muziek voor jou. Je weet toch? Maar voor ons was het de bedoeling, als ik muziek maak, concurreer ik met hun. Want ik vind de mensen hier niet per se... Interessant genoeg. Ze komen niet met dingen die ik nog niet heb gehoord. Ja. Snap je? Ze doen dingen die ik al... Ik maak al muziek sinds ik 16 ben. Ik ben nu 36. Snap wat ik bedoel? Tijd wordt nieuws. Dus ik kijk wel naar de overkant van de wereld om mijn inspiratie te krijgen. En hier in Nederland heb ik het gevoel dat heel veel mensen naar elkaar kijken. Ja.
Dus misschien ook die mensen die dit nu nog niet begrijpen over een paar jaar, zeggen ze, oh, dit is mijn favoriet. Ja, of op een gegeven moment zie je alleen maar dat mensen met vrouwelijke producers gaan werken. Ik denk echt sowieso dat Roos na dit album heel veel dope dingen gaat uitbrengen met andere producers of met andere artiesten van Nederland. Ja, heb je eigenlijk nu al aanbiedingen? Want het is nu al 2 dagen sowieso op zit de je radar. Vol ik denk met dat mensen gewoon. Je al hebben gespot, ja. Ja, mijn DM zit er wel echt vol nu, maar... Labels die zeggen, kom op gesprek. Nee, weet je, het is net pas uit en ik heb nu wel een publishing, maar labels dat... Daar moet ik nog even naar kijken. Of ja, dat, want hoe sta jij dan? Je bent 22. Adje, die doet het zonder management. Wil jij dat ook? Of denk je van... Ik heb wel een management, dat wel. Okay. Je hebt wel een management, maar niet een label waar je aan vastzit. Nee, dat niet. Nee. Maar... En dat wil je ook zo houden? Moet ik nog kijken? Ik weet niet. Ja, moeilijk. tenzij die deal interessant is, toch? Ja, dan gaan we even kijken. Ja, nee, precies. Dat snap ik. Adje, je had het net al even een beetje over van... je loopt voor op dingen. Dat je ziet dingen eerder aankomen. Wat vind je, zeg maar, van de trends die er op dit moment...